afscheid nemen van deze kampioenen. Ja, vorig jaar stond je als jong talent op het podium. Nederlands kampioen. Het was voor jou een superjaar in 2014. Ja, zeker. Wat is de doelstelling voor 2015? Nog geen Nederlands kampioen worden. Ja, zeker. En de competitie op het LOW heb je ook goed afgesloten? Ja, die heb ik gewonnen. Ja, zeker. In 2012 stond je op ons podium als jong talent. En die belofte heeft hij in gewilligd, want hij is hier vanavond. Julian Bijsterbos, BMX. Proficiat, je hebt alle prijzen al te pakken. In Ahoy rijden in de BMX, dat lijkt me wel fantastisch, of niet? Ja, zeker. Dan gaat de adrenaline sneller door je lichaam. Waar wil jij de prestatie neerleggen in het komend seizoen? Ja, weer de WK-finale. Oh ja, super in de WK-finale. Heel zelfverzekerd. Word je bij de BMX-sport ook gezoend door de ronde mis, of niet? Nee. In 2013 was zij al jong talent. En dan heb ik het over Anne Spee. Ja, skieler in Oldebroek. Dat is een hele rijke geschiedenis. Besef je dat? Ja, dat besef ik zeker. Ja. Waar ligt voor jou in 2015 de doelstelling? Misschien een plekje op het EK. En misschien wel WK wat in Heerden wordt gehouden. Ja, we zijn benieuwd. Er komt ook een fantastische baan in Heerden. Ook jij skielen daar vaak? Ja, klopt. Zeker. Er komt een hele mooie nieuwe baan. Dus zeker een mooie gelegenheid om te trainen. En dan heb ik het ook over Julia Vrolijken. Ja, proficiat met jouw hele mooie prestatie. Dressuur is de discipline waar jij met name in scoort. Ja, klopt. Ga je nog springen in de toekomst of zeg je nou gewoon echt met de dressuur als specialiteit bezig? Nou, voorlopig nog met de dressuur, maar misschien ook een keer springen. Ja, we wachten af op jou blijven natuurlijk. Ik mag vanavond bekendmaken wie die Jong Talent Award 2014 heeft gewonnen. En die prijs die gaat dit jaar naar Ryan Hartman. Proficiat, deze kleine kampioen, geef hem een fantastisch applaus. Ja, een Rabobank en Volap, daar komt hij. Ja, super natuurlijk. En de bloemen erbij. Ja, kijk eens. Deze kleine kampioen. Op ons podium. Ja, met heel mooi plaatje natuurlijk. Welkom op ons podium. Wat jij kunt ons het beste vertellen. Geef voetbal, dat staat ook voor iets speciaals, of niet? Ja, we hebben wel een hele speciale groep. Dat klopt. Maar ja, we zijn eigenlijk ook gewoon jongens die elke zaterdag bij de voetballen. Ja, het initiatief is bij Wezen al heel wat jaren geleden begonnen. Er zijn heel wat mensen bij betrokken. Ook binnenkort zullen wij op Loco dat verhaal nog eens een keer netjes weer neer gaan zetten. Het zou een heel verhaal zijn als we alle namen gaan noemen die erbij betrokken zijn. Maar we gaan een speciale award uitreiken. En die gaan we geven aan het team waarvoor jij hier op het podium staat. Maar ik stel ook voor dat we die echte kampioenen erbij gaan halen, of niet? Lijkt me heel goed idee. Jongens van het G-team van WSC, kom op ons podium! WSC is toch wel jouw club, of niet? Ja, zeker weten. Ja, dit is een echte WSC'er, hoor. Dit is een echte WSC'er die altijd aanwezig is. Het doet het goed dat je in de Opiolskantine bent, of niet? Ja. Is hier ook gezellig, of niet? Ja. Ja, dat wist ik. Super natuurlijk, want jullie gaan een hele bijzondere prijs krijgen en een hele mooie medaille erbij. Juich nog eens even voor het team van WSC, het G-team, die hier vanavond de eerste veldkamp witgoed trofee gaat krijgen. Ja, jongens, de bloemen erbij. Ja, helemaal de rode beker. Ja, en de rode beker erbij. Ja, is wel fantastisch, Gerrit, of niet? Ja, zonder meer. Zonder meer. Gerrit zei, ik wil niet te veel zeggen, maar ik wil wel genieten. En dat doet hij. Gerrit, ga er even lekker tussen staan.